Goeiedag. De afgelopen dagen is het woord bewolking veelvuldig voorgekomen in de weersverwachting. Wolkenvelden die hardnekkig bleven hangen, maar af en toe ook van die laaghangende bewolking. Nevel en mist, zoals we hier op de foto zien. Een kleine wereld in de buurt van Emmen op woensdagochtend. Nou, de komende 10 dagen gaat daar wel wat verandering in komen. We gaan wat meer zonneschijn meemaken, maar er komt ook wat neerslag bij kijken. Dus een mooi moment om eens even wat in detail naar de weerkaarten te gaan kijken, op welke volgorde die verschillende weerbeelden elkaar gaan afwisselen. En dan begin ik even met het grootschalige plaatje, de weerkaart van het Amerikaans weermodel, de luchtdrukverdeling en de neerslagzones. En dan valt op dat aan het begin van deze 10 dagen al een hoge drukgebied eruit springt ten westen van ons land op de Atlantische Oceaan. Die heeft aan het begin van die 10-daagse periode nog niet zo heel veel invloed op ons weer. Wij bevinden ons een beetje in een soort niemandsland. Daar liggen nog wat oude frontale zones. Dat wordt vooral gekenmerkt door nog redelijk veel wolkenvelden. En er valt ook af en toe nog wat motregen uit. Dus helemaal droog blijft het dan niet. Maar wat verderop, als we de animatie even laten lopen, dan gaat er toch wel wat interessants gebeuren. Want op vrijdag komt er vanuit het noorden een lage drukgebiedje afzakken. Over het zuiden van Scandinavië richting Denemarken trekt dat lage drukgebiedje. En daar hoort ook een front bij, een wat meer gedefinieerde neerslagzone. En dat gaat er vooral op vrijdag dan regen, wat buien bij ons opleveren. En achter dat front komt met die noordelijke stroming dan wat koudere lucht onze kant op. En dat gaat vooral op de temperatuur, maar ook op de neerslagsoort wel een impact hebben. Want als ik de animatie nog een heel klein stukje verder laat lopen, dan zien we dat hoe vooral langs de oostgrens wat meer in de koudere lucht in die periode met wat intensievere neerslag, dat de regen daar misschien wel over kan gaan in wat winterse neerslag. En dan denk ik vooral aan een paar vlokken natte sneeuw. Het ziet er hier vrij dramatisch uit met die roze kleuren. Maar misschien langs de oostgrens op vrijdag dus wat vlokken natte sneeuw als dat front overtrekt. Nou, dat lage drukgebied dat gaat vervolgens weer verplaatsen in oostelijke richting. En daarna komen wij in zo'n noordwestelijke stroming terecht. En we zien het hier in de modelanimatie al een klein beetje dat het begint te pruttelen. Want er komt wel relatief koude lucht vanuit het noorden mee. Over het relatief warme zeewater van de Noordzee krijg je het opstijgen van die warme lucht en dus de vorming van buien. En in die koude bovenlucht kunnen die buien dan wat winters van karakter worden. Kan er weer wat sneeuw, wat korrelhagel, misschien een klap onweer bij komen kijken. En als we dan ten westen daarvan kijken, dan komt dat hoge drukgebied die eerst nog boven de Atlantische Oceaan lag, die is geleidelijk wat aan het verplaatsen. En die kantelt een beetje wat meer onze kant op. En dat gaat ervoor zorgen dat in de loop van het weekend de stroming wat gaat veranderen. Wij krijgen weer wat meer met een oostelijke, noordoostelijke wind te maken. En dan valt natuurlijk die voedingsbodem van dat relatief warme water van de Noordzee valt weg. Dan zal de hoeveelheid buien echt een stuk meer afnemen. Komen we in die continentale, polaire lucht terecht. Een veel drogere luchtsoort. En dan zal de hoeveelheid zonneschijn ook wat meer gaan toenemen. Enige spelbreker daar is misschien wel wat vochtige lucht wat vanaf de Oostzee meekomt. En dat zou toch wel wat meer wolkenvelden kunnen introduceren. Maar over het algemeen dus wel heel stabiel weer, dus onder de vleugels van dat hoogdrukgebied die dan boven Schotland is uitgekomen. Nou, dan nog even het laatste stukje van de animatie afkijken. Dat hoge drukgebied zit echt stevig in het zadel, zorgt voor een haast geblokkeerd weerpatroon. We zien dat alle lage drukgebieden helemaal worden afgebogen. Ook in het Middellandse zeegebied vrij veel buien. Dus die wisselvalligheid is voorlopig echt ver bij ons vandaan, vooral na het weekend. En ik noemde net al even die koude noordelijke stroming. We hebben dus op vrijdag met dat lage drukgebiedje te maken. Die trekt dan over Denemarken geleidelijk weg. En achter dat lage drukgebiedje, achter het koufront van dat lage drukgebiedje, zoals de naam het al doet vermoeden, komt dan koudere lucht mee. En dat draait dan als het ware om dat hoge drukgebied ook heen. Dus die gaat zich dan al wat meer laten gelden. Nou, in die koude bovenlucht kan dus een klap onweer, wat natte sneeuw of wat korrelhagel voorkomen. Nou, de meeste kou zit hem dan ook echt op de vrijdag en de zaterdag. Daarna zien we de temperatuur van de bovenlucht geleidelijk alweer wat oplopen. Vanaf zondag gaat hij alweer richting -5 tot -7 graden. Dit is trouwens de temperatuur op 1,5 kilometer hoogte. En dan na het weekend dan zien we hoe dat hoge drukgebied hier
een beetje uitkomt. Ook de kern van dat hoge drukgebied wat warmer gaat worden. Je hebt dan natuurlijk met heel rustig weer te maken. Flinke instraling van de zon. En dan lijkt die echte kou wel weer uit de weerkaarten verdwenen. Nou, dat hoge drukgebied dat laat zich ook gelden in de temperatuurpluim. Maak ik nu even het bruggetje naar het Europees weermodel. In het begin nog relatief zacht met die fronten en die bewolkingsgebieden bij ons in de buurt. Op de nacht van donderdag naar vrijdag, dan komen er wel wat opklaringen dichterbij. En dat is ook het eerste moment dat de temperatuur weer in de buurt van het vriespunt gaat uitkomen. Maar vanaf het weekend, als dat hoge drukgebied zich laat gelden, dan komen we in een periode terecht met een hele sterke dagelijkse gang. In de nachten lichte vorst, overdag met het zonnetje erbij, afhankelijk wel of er nevel of mist vormt in de vroege ochtend, stijgt de temperatuur dan gewoon na zo'n 6 of 8 graden. En daarna neemt de onzekerheid wat toe. Het is even de vraag of dat hoge drukgebied daar blijft liggen of niet. Dit is de temperatuurpluim voor het midden van het land. Als ik dan naar het zuidoosten ga kijken, dan ziet dat plaatje er heel vergelijkbaar uit. Maar dan zien we wel dat in het binnenland de kans wat groter is op matige vorst. En dan hebben we het over temperaturen die lager dan min 5 uitkomen. En op het moment dat je echt zo'n kraakheldere nacht hebt, vrijwel geen wind, dan kan het aan de grond misschien wel eens richting de min 10 graden gaan afkoelen. Nou, als laatste om nog even mee af te sluiten, de neerslagpluim. We zien heel erg aan het begin nog die fronten terugkomen die wat neerslag opleveren. Op donderdag vooral nog wat motregen. Op vrijdag komt dan dat laagje dichterbij. Dan hebben we met die buien te maken. Op zaterdag ook nog die noordwestelijke stroming en kans op een paar buien. En daarna zorgt dat hoge drukgebied echt voor het afnemen van de neerslagkans. En pas op de langere termijn, als er misschien weer een keer een lage drukgebied vanuit het zuidwesten dichterbij komt, dan misschien weer kans op wat regen. Maar aan het einde van die 10-daagse, dus heel stabiel winter weer met flink wat zonneschijn en vorst in de nachten.